Goedemorgen. Weer bij de Easy, klaar voor onze maandagtip. Waar wil ik het vandaag over hebben? Het is eigenlijk een model. Het is specifiek voor hoogbegaafden deze keer. Het Delphi-model. En dat is eigenlijk een model dat ontwikkeld is door een aantal professoren in Nederland. Die dus eigenlijk een keer in een congres wilden uittekenen wat dat voor hun betekende. En dus het model heeft verschillende delen. Dat is dan in essentie de professoren zelf. Dat is hun omgeving en dat is de interactie met hun omgeving over de hele maatschappij. Nu, voordat ik het model uitleg, wat vind ik zo belangrijk aan dit model? Is eigenlijk een van de weinige modellen die een positieve kijk hebben op het verhaal. De meeste modellen gaan beschrijven hoe we in elkaar zitten en waar dat je tegen kunt botsen in bepaalde situaties. Dit model is eigenlijk volledig omgekeerd tot stand gekomen. Het is eigenlijk een model dat beschrijft hoe het voelt als alles wel vlot samenhangt en als het functioneren het meest optimaal mogelijk is. Dus waarom deel ik dat op een maandagmorgen? Ja, eigenlijk voor eerst als je jou in veel van de kenmerken herkent die ik wekelijks deel, dan is dit mogelijk iets waar je deze week een keer over kan reflecteren of dat je echt het gevoel hebt in de komende week en alles wat je aan het doen bent, zowel werk als privé, dat model eigenlijk aan het werk is. Dat wil niet zeggen dat het elke dag even goed moet gaan, maar dat wil zeggen globaal bekeken moet je eigenlijk wel toegeven dat ja, als de dagen goed gaan, is het dat op zijn best. En als de dagen minder gaan, het is eigenlijk op dat elementje dat ik een beetje tegenwind krijg, dus hoe dat je het wil bekijken. COVID-gewijs zou ik zeggen dat ik iets moet aanpassen zodanig dat ik in een betere setting kom. Dus we zeggen het model eerst, links is de hoogbegaafde zelf. En dat gaat over zijn, dus als je hoogbegaafd bent wil je heel autonoom zijn, wil je echt het stuur in eigen handen hebben, wil je de mogelijkheid hebben om vooral zelf te beslissen, zelf te doen. Het is ook daar dat de eerste eigenschap van Covey zo fel speelt. Dan heb je hoogintelligent denken, daar komt het element van het hoge IQ echt in de picture. En je hebt bovengemiddelde capaciteiten die je heel actief wilt gaan gebruiken. De rode blok is voelend. We zijn hooggevoelig in de zin van de prikkels komen intenser binnen, feller binnen. Dus eigenlijk moet je daar rekening mee houden dat je een veel grotere waaier aan emoties en gevoelens kunt hebben. En in de meest optimale situaties versterken die drie elkaar. Dus op een autonome manier zijn je bezig met dingen te doen die je intrigeren. En wil je daar nieuwe kennis door oppikken. Maar door die kennis op te pikken ga je daar ook heel intens van gaan genieten. En het is die wisselwerking eigenlijk die zorgt, klein kerncentrale noem ik het dan altijd, die zorgt dat een heel mooi samenspel wordt. Wat je dan wel in andere modellen ziet, hè, dus die hoge intelligentie, die creativiteit en die autonomie. Die taakgerichtheid staat er eigenlijk op de tekening, dat is dit element. Natuurlijk, je functioneert niet op je eigen, dus je gaat in interactie met de maatschappij. En in interactie in de maatschappij staat er hier willen en doen. Dus willen wil zeggen, als je in een project zit dat je heel graag doet, dan ga je heel gedreven, heel nieuwsgierig zijn. En wil je echt dat er daar dingen in gebeuren die jouw brein kunnen prikkelen. En doen, scheppingsgericht. Wat vooral heel belangrijk is dat we met projecten bezig zijn waar we voelen, ik noem het altijd zo, een steen verleggen in de rivier. Projecten waar je bij voelt dat je een verschil gaat maken, dat er iets verandert in het voor en het na als je ermee bezig bent. Hoe zeg die politieke spelletjesprojecten waar je eigenlijk vooral iedereen probeert zoveel mogelijk in turks te draaien en waar er op het einde van de rit eigenlijk niets gebeurd is, zijn projecten die heel vermoeiend kunnen zijn. Dus als je in een situatie zit van dat is echt wel een mottige dag. Dan moet je kijken omdat je eigenlijk wel met iets bezig was die een steen aan het verleggen is in de rivier. Dus als jij naar de maatschappij, je bent bezig met dingen, je wilt een verschil maken, je komt er meestal ook heel energiek over als je daarin vliegt. Omdat dat enthousiasme speelt, dat snelle brein is bezig, dat snelle brein gaat in interactie met de maatschappij. Die maatschappij geeft natuurlijk ook feedback. En waarneming, hoogsensitief, die feedback komt ook heel fel binnen bij ons. Het is daarom dat veel van de klanten die ik tegenkom, en ook bij mezelf, dat soms een feedback heel hard kan binnenkomen.
Ik zeg dan altijd, wat hier start en bij jou toekomt, pakt eerst de vierkantswortel en beoordeel dan de situatie. Dat wil zeggen, het komt veel intenser binnen dan dat mensen rondom u soms bedoelen. En dus die intensiteit is ook weer hetgeen dat prikkelt, hè, dat hooggevoeligheid prikkelt en dit motortje weer op gang gaat trekken. Dus in een ideale wereld ben je echt bezig en is dit een zelfversterkend proces. Nu, er waren ook nog een aantal elementen dat ze dan niet direct mee kwijt konden en dat noemen ze het samenspel in de tekening van Delphi. Dat is dus interactie tussen de maatschappij en jezelf en elementen die op alles spelen. Dus creatief en snel en intens en complex. Eigenlijk in één woord gezegd, want ik heb ooit de vraag gekregen aan Marude, dat telt toch ook voor een normaal begaafde? Dat is in C wel waar, maar zet gewoon bij alles het woordje te en dan kom je uit bij jezelf als je jou herkent in dit verhaal. Dus wat ik adviseer voor de komende week is, ga aan de slag met dit model en let ik erop wanneer dat je een moment hebt dat je echt heel veel energie voelt, dat je echt zegt van wow, dit was een super ervaring. Bijvoorbeeld dat ik gedeeld heb, een paar weken terug heb ik een workshop gehouden rond het ontwikkelen van een nieuwe oplossing, maar waarvan dat we vanuit het perspectief van de klant en de organisatie gestart zijn en niet vanuit de kant van de development en de complexe implementatie en de krappe deadline. Dat zijn projecten die mij heel veel energie geven. Hè. Dus dit motortje was heel hard aan het draaien. Die interactie, het was een grote groep, dus ik moest op veel verschillende fronten tegelijk gaan nadenken. Die mensen geven feedback. Die feedback moet weer verwerkt worden en teruggegeven worden om te zorgen dat dat project goed draait. En dus ga je altijd maar sneller en sneller, waardoor dat op het einde van de rit een heel euforisch gevoel krijgt van wow, hier hebben we echt wel een steen verlegd in de rivier. Als erachter ook nog de feedback kwam van oh ja, we hebben echt dingen bijgeleerd, wat raar, niet raar is, wat leuk is, want ja, ik werk daar nog maar sinds mei en er zijn mensen die er 15 jaar in de organisatie al zitten. Dus als je in een workshop kan zorgen dat zo mensen van elkaar gaan beginnen leren, ja, dan zijn we super bezig. Dus pak dit model de komende week, ga daar een keer, ja, niet actief mee aan de slag, maar pak misschien elke avond, druk het af, ik zal een link met het model erbij steken. Druk het af en vraagt u elke avond af in een checklist van ja, oké, welke elementen heb ik het gevoel die ik vandaag gehad heb? En zoom misschien ook nog een keer in van ja, wat was ik op dat moment juist bezig? Want dat zijn eigenlijk uw goudkolfjes die je later kan gebruiken om kleine bijsturingen te doen. Zoals ik in het begin zei, als je een dag hebt dat minder hebt, kun je de schuld steken op een ander. Dat is heel reactief. Of je kunt, zoals ik al gezegd heb, een proactieve COVID-aanpak hebben. En kijken, oké, welke kleine wijziging kan ik doen om te zorgen dat morgen mijn dag toch net iets beter gaat zijn en het Delphi-model net iets actiever wordt. Ik zou zeggen, weer succes komende week. En nu gaan we weer nog even genieten van onze Easy, zoals we elke week doen. Bye.